die zit dus in die ballon. En dat betekent inderdaad dat het gewoon een complete sauna voor haar is vanavond. Maar dat geeft niet, ze kan wel wat gebruiken. Normaal val je er gewoon lekker vanaf, dus dat kan. Gratis sauna, Trientje, vanavond. Ze is ook niet een van de grootste, dat is ook wel leuk. Soms heb je hele grote ballons. U ziet, de ballonvaart is niet alleen voor mannen, ook vrouwen gaan varen. Het vliegtuig waar Johan er net over had. En aan de rand natuurlijk ook nog onze kleine luchtballon die aan een touw vast zit omdat hij op afstand bestuurd wordt. In dit geval de gasfles aan en uit, zodat hij omhoog of omlaag kan. En zeg nou zelf, het blijft altijd een spectaculair gezicht als u straks al die luchtballons de lucht in ziet gaan. Om alles goed gecontroleerd de lucht in te laten gaan, lopen er twee Launch Masters. Zo heten ze officieel. Het zijn Hans en Peter. Die kunt u herkennen aan die fel fluoriserende hesjes die ze aan hebben. En een walkie-talkie uiteraard, omdat ze met elkaar in verbinding moeten staan. En zij coördineren zeg maar wanneer welke ballon mag starten. Zodat alles op een veilige manier gebeurt. Ik doe dat duimpje zoeken, man. Ja, ik doe dat duimpje zoeken. Hé? Ja, ja, ja. Inmiddels ziet u de eerste ballons al goed gevuld worden met lucht. En inderdaad, de eerste luchtballon die echt rechtop komt te staan, is die van de Overtoom. Ze zijn hem inmiddels ook al aan het warmstoken, zodat hij straks als eerste kan gaan vertrekken. Nou, de grootste taak zeg maar, van de man of vrouw die aan de toplijn van zo'n ballon staat. Met de bedoeling dus om die ballon zo lang mogelijk een beetje aan de grond te houden. Nou, de Overtoom heeft inmiddels wat lift. Los van de grond. Nog wel aan de touwen vast aan de auto, zeg maar. We hebben gehoord dat de quick release is. Daarmee kan de piloot heel voorzichtig opstijgen en zich loskoppelen van de auto. Uiteraard puur weer voor de veiligheid. Ik wil u allen verzoeken om zo dicht mogelijk bij de hekken te blijven. Van de Launchmaster. Pas als de piloot toestemming krijgt van zo'n Launchmaster, mag hij ook daadwerkelijk pas de lucht in. Als u hier op het terrein blijft, nog even naren loopt te genieten van het evenement. Kijk dan dus straks zeg maar, in de richting van het bos. Dus waar de ballonwagens zeg maar, terrein oprijden. Of opreden vanmiddag. Daar zullen de ballons allemaal heen varen. Blijft gewoon een spectaculair gezicht als u al die kleine bolletjes aan de hemel ziet. De Special Shapes hier op Twente Broeding 2009. De Smurf was als eerste vertrokken. Let u ook op de details van zo'n ballon.
echt werkelijk. Alles is aan zo'n ballon nagemaakt. Bij de vijver is inmiddels ook de asino-ballon opgestegen. Die ziet u nu boven de bomen uitkomen als u aan het grote veld staat. En het ziet eruit dat die eigenwijsjes een klein beetje de andere kant op gaat. Maar ook daar is de verklaring voor, want u heeft vanavond ook gehoord. Het ballon kun je niet sturen, maar alleen door verschillende hoogtes te kiezen. Kun je verschillende windrichtingen uit gaan zoeken, omdat het een verschillende laag of verschillende draait. Dat is zeg maar dan de richting die zo'n piloot kan gaan zoeken. Eén voor één kiezen de luchtballons het luchtruim en maken dus ruimte voor nog veel meer mooie luchtballons. Natuurlijk ook straks de specials. De special shapes, bomen de aap bij, dus Smurf die hebben we al gezien, is al weg. De T-Rex die nog staat, we hebben Bertie die nog omhoog gaat. Wellicht een overvloede, maar helemaal achter tegen de bomenrij aan ligt een Cameroon ballon. Rood, wit, blauw, half op de grond. Dat is een ballon waarbij u naar binnen kunt. Dus dan kunt u de binnenkant van zo'n luchtballon eens gaan bekijken. Dan heeft u een idee over hoeveel lucht zeg maar in zo'n ballon kan en hoe groot zo'n ballon is. Er zijn diverse waterballons en die Cameroon-ballon die dus halverwege op de grond ligt, dat is zeg maar de kleinste. Dat is een 1,05-ballon. Dat is een van de kleinere ballonnen. Terwijl andere luchtballons al gevuld worden met lucht, zijn andere teamleden al bezig om de diverse scheurbanen in de specials alvast dicht te maken, zodat er geen lucht meer uit kan. Er wordt hard gewerkt om zo snel en zo mooi mogelijk de luchtballons voor u op te laten stijgen. Voor veel mensen is het vrijwilligerswerk, overigens. De piloten hebben vaak nog gewoon een normale baan naast deze bijzondere hobby. En in tegenstelling tot